Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik een video voor jullie vol inspiratie, kennis, een leuke winactie. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Naar aanleiding van mijn vorige DIY-video's en dan vooral de video's waar ik het Oase Bio heb gebruikt, kreeg ik veel vragen over de Oase Bio, over Oase steekschuim. En ik denk, ik ga dat samenvoegen in één video. Want naast dat we deze producten hebben gebruikt en er mooie bloemstukken mee hebben gemaakt, is er nog heel veel meer aan ondergronden wat ik met jullie zou willen delen. Ik ga ook wat mooie bloemstukken met jullie delen wat je met deze ondergronden kan. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Aan het eind van deze video heb ik dus een leuke winactie voor jullie. Waarbij je ook een mooi pakket met mooie steekproducten van Oasis kan winnen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Want zoals je achter me kan zien, heb ik al heel veel uitgestald aan Oasis producten. En ik wil jullie het een en ander daar over delen. Want ik denk dat jullie heel veel dingen daarvan niet weten. Of misschien weet je het wel, maar... Ja, ik wil het gewoon heel graag met jullie delen. Daarnaast heb ik ook nog wat andere producten van de Oasis. Het standaard steekschuim. Maar er is bijvoorbeeld ook een Black Cherry waar we ook een krans mee hebben gemaakt. En daar kreeg ik ook veel vragen over, omdat het toch nog wel een wat onbekendere producten zijn. Maar wat ik voorop wil stellen is of je nou het normale Oasis steekschuim gebruikt. Of je nu... Ik heb hier bijvoorbeeld de Black Cherry... Of je die nou gebruikt of de Oasis Bio. Als je steekschuim hebt van Oasis, dan is de kwaliteit altijd goed. Dit is allemaal echt wel gelijk aan elkaar. Ik werk de laatste tijd zelf veel met Oasis Bio, omdat ik het goed vind, omdat je daar eigenlijk met een kleine aanpassing mee kan dragen aan het milieu en dat soort dingen, zonder dat je het eigenlijk merkt, want de kwaliteit is gewoon net zo goed. Maar wat je hier ook van kiest, als je Oasis kiest, zit je altijd goed. Je kan het herkennen door het logo wat je eigenlijk altijd ziet op de producten. En dan maakt het eigenlijk niet uit welk product je pakt. Deze hebben we ook al eens opgemaakt. Ik heb er vroeger net een groen normaal steekschuim opgelegd, waardoor die een beetje is verkleurd. Maar als je het Oasis logo erin ziet, dan weet je dat je gewoon goed zit. Er zijn dus heel veel verschillende soorten ondergronden. Waaronder de kransen. En dan heb je deze kransen. En de achterkant lijkt op plastic. Is geen plastic. Is 100% afbreekbaar. Ik zal hier intussen ook wat leuke weetjes in beeld brengen. Want er is heel veel informatie om te delen. Dan heb je deze ondergronden. Nou ja, bijvoorbeeld het kruis. Misschien heb je hem wel eens gezien. Maar ik wil graag de buitenzijde laten zien. Want die heb ik ook gebruikt in een krans laatst. En toen kreeg ik heel veel vragen. Want mensen waren heel bang dat als ze het in water zou leggen, dat het zou oplossen. Het is van papier mâché gemaakt. En je kan het prima in water leggen om het steekschuim vol te laten zuigen. Gebeurt echt niks mee. Kwaliteit is top. Dus daar hoeven jullie niet bang voor te zijn. Ja, je hebt nog bijvoorbeeld bij... De houders die je vaak gebruikt met het maken van grafstukken heb je in de houten variant. En zoals je kan zien ook deze variant. En dat is ook weer met een natuurlijke ondergrond. Nou, dan heb je natuurlijk van de steekschuimproducten heel veel verschillende soorten, vormen, maten. We hebben de bollen al veel gebruikt. Komen regelmatig voor. Heb je in verschillende maten en dus ook in het normale groene Oase steekschuim. Kransen heb je dus in verschillende soorten en maten. Ook met verschillende ondergronden. Ik vind zelf die met de papiermaché heel erg mooi. Omdat je daar heel makkelijk tegenaan kan lijmen. En als je daar nog wat tussen ziet, door de kleur, is dat helemaal niet erg. En dat vind ik echt een voordeel van Oasis Bio. Doordat de kleur bruin is, geeft het gelijk een heel natuurlijk effect ook. In jouw bloemstuk dus ook. Dus als je bijvoorbeeld met hout werkt en je hebt niet alles helemaal picobello weggewerkt, dan is dat nog, dan is het nog een mooi geheel. Het geeft vaak al een heel mooi geheel in het stuk. Dan heb je bijvoorbeeld de taarten die je in verschillende maten hebt. Nou, hebben we ook al regelmatig gebruikt. De Oasis Table Houders.
En deze twee hebben we al eens in een DIY-pakket gebruikt. Zowel deze versie als de normale steekschuimversie. Maar je hebt hem natuurlijk ook in een XXL vorm. Is misschien wel heel erg leuk voor een DIY-pakket. Dan de BioLid schalen. En deze waren echt favoriet bij jullie in het DIY-pakket. En dat begrijp ik. Want het is heel makkelijk om mee te werken. Omdat de buitenzijde van papier-mâché is best wel hoog. Waardoor je er best wel veel dingen tegenaan kan lijmen. En er leuke dingen mee kan doen. Maar zelfs zo is die erg mooi. Omdat je een heel mooi geheel kan geven als je het verwerkt in combinatie met bloemen. Dus dat soort soorten. Nou, daar heb je bijvoorbeeld nog het hart. Maar je hebt bijvoorbeeld ook vlinders, beren, harten. Heb je ook nog in een zwinghart. Is ook heel erg mooi. Ik kan nog wel het een en ander in beeld laten brengen van wat er nog meer is aan vormen en maten. Nou ja, zoals ik al zei, hebben we dan ook de black variant. Nou, daarvan hebben we ook een krans op gemaakt. En daarvan zijn ook heel veel verschillende soorten nog aan ondergronden. Dus mocht je daar iets in willen zien, laat het me weten. De standaardblokken van Oasis zijn in 3 verschillende kwaliteitssoorten beschikbaar. Wat ik heel erg merk met de blokken van Oasis is dat ze snel water opnemen. 1 blok neemt al zo'n 1,9 liter water op, dus bijna 2 liter water. En bij het gebruik houdt het water ook goed vast. Natuurlijk zal je merken met het steken van de bloemen dat het altijd iets water lekt. Maar je zult ook merken dat het goed het water vasthoudt. En dat is echt een groot verschil als je het vergelijkt met goedkope producten steekschuim. Daarom kies ik eigenlijk altijd voor Oasis. Die kwaliteit is gewoon goed. Daarnaast is er rekening gehouden met de pH-waarde die de bloemen fijn vinden. Waardoor ze mooi en lang goed blijven. En daarnaast ook de bacteriën wat meer buiten de deur houden. Dus dat is ook wel een belangrijk punt. Ik ga jullie nog heel veel inspiratie laten zien met een van deze ondergronden. Als ik ze allemaal zou laten zien, dan ben ik nog wel even bezig. Maar ik ga in ieder geval een deel laten zien. Mocht je bepaalde producten willen zien in onze webshop of zou je daar graag een DIY pakket mee willen zien, laat me dat dan weten. Daarnaast heb ik dus nog een leuke winactie voor jullie. Je kan een rijk gevuld pakket van Oasis winnen, waarbij je aan de slag kan gaan met wat van deze mooie ondergronden. Wat moet je daarvoor doen? Laat jouw favoriete product van Oasis hieronder weten. Of laat me weten, als het nog aardig nieuw voor je is bijvoorbeeld, waar je graag wat meer zou willen werken, dan doe je al mee. Doe dan ook een duimpje omhoog en dan ga ik jullie nu nog even heel veel inspiratie laten zien. Dat jullie dit een leuke video vonden. Ik vind het in ieder geval mooi om dit soort producten aan jullie te laten zien. En het is nog lang niet alles. Zouden jullie meer producten willen zien? Meer aparte ondergronden willen zien? Laat het me dat vooral weten. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie je me de volgende keer weer. Doeg!